Hallo en welkom bij een nieuwe Pokémon ruilkaarten video. Je ziet hier drie pakjes Sun en Moon staan, maar, of staan, liggen, ze zijn al open. En weet je hoe dat komt? Omdat mijn oudste zoontje ze open heeft gemaakt. En waarom heeft hij ze open gemaakt en ik? Omdat ze van hem zijn. Hij heeft ze gekregen voor zijn verjaardag. En nou ja, hij wilde ze graag filmen. Dus hij heeft zelf drie video's erover gemaakt. Elk pakje is één video. En die komen op zijn kanaal te staan. Niet allemaal in één keer. Als ik mijn pakjes die ik opengemaakt, want dat zijn deze twee, dan ga ik ook één pakje van hem online zetten. Dus dat kan je bij hem zien. Zijn naam is Videodraak. Daar kan je op zoeken. En ik zal aan het einde van de video komt er een link. En onderaan in de beschrijving zal ik denk ik ook wel een link plaatsen. Want die links die schijnen niet altijd te werken op iPads en telefoons en dergelijke. Dus dat gaan we doen. Nou ja, Sun and Moon, ik ben hartstikke jaloers. Hij heeft het al. Ik heb al dingetjes gezien dat Sun and Moon pakjes anders zijn met het tellen. En er zitten speciale dingen in. Vertelde mijn zoontjes, dat is anders. Dit gaat weg. Ik moet het hier nog mee doen. Mijn Sun and Moon pakjes plus een paar hele speciale andere dingen die ik heb besteld komen binnenkort met de post. Dus ja, ik krijg ze ook. Maar wij gaan nu twee pakjes Evolutions doen. Oké, wij gaan beginnen met Raichu. Deze moet even wachten, die zetten we hier neer. We gaan kijken wat Raichu allemaal voor spannends te bieden heeft. Ik heb nog wel wat Japanse kaarten en zo, maar mijn zoontje slaapt nu. En voor de Japanse kaarten wil ik hem toch echt er wel bij hebben. Want die zijn zo bijzonder, dat vind ik wel leuker om met hem samen te doen. Deze ziet hij morgen. En 1, 2. En dan gaan wij dit bekijken. Kaart nummer 1. Hou ik ondersteboven. Dangela, nummer 1. Komt daarboven te liggen. Nummer 2. Een Poliwag. Nummer 3. Een Seal. Magikarp. Een Energy kaart. Een Uncommon trainerkaart Pokédex. Uncommon trainerkaart Potion. Is die Uncommon? Ja, dat zou wel moeten namelijk. Magmar. Laatste twee. Boom. Holographic Poliwrath. Reverse Holographic. Trainer Professor Oak. Wat ik trouwens wel grappig vind. Jullie noemen het Holographic en Reverse Holographic. Maar op de websites waar je deze kaarten koopt, worden ze gewoon Shiny genoemd. En dat is misschien een beetje verwarrend, want je hebt natuurlijk ook Shiny Pokémon. Maar qua kaarten zijn dit eigenlijk Shiny kaarten. En dus dat is een beetje verwarrend. Ik noem ze dus heel vaak Shiny, omdat het in de kaartspelwereld, zeg maar, gewoon Shinies heten heel veel. En jullie noemen ze Holographic, omdat het Holographic kaarten zijn en Reverse Holographic. Dus het is een beetje verwarrend, al die termen, maar ik noem ze gewoon door elkaar heen. En je weet het, als ik Shiny zeg, dan bedoel ik een Holographic of een Reverse Holo. Kijk, als hij echt zo is, op deze manier, dit is echt een Holographic. Deze is wat bijzonder doordat de binnenkant speciaal is en niet zoals bij deze, de buitenkant. Dan zeg ik, weet je wat, die noem ik dan wel goed bij zijn naam. Maar anders is het voor mij gewoon een Shiny. Oh, 1, 2, 3. Was ik bijna vergeten. Ik was zoveel aan het babbelen dat ik dit vergat. 1, 2. En dan kunnen we weer gaan kijken wat er hierin zit. Doduo. Er zijn trouwens wel veel leuke nieuwe Pokémon bij Pokémon Go. Staryu. Dus dat gaat best wel goed. Onyx. Mijn vrouw die heeft Evolve Stones voor een Onyx. En Energy. Dus dat gaat ze binnenkort waarschijnlijk filmen. Ik natuurlijk nog niet. Ik loop altijd achter op mijn vrouw. Porygon. Die vind ik wel leuk. Die waren er heel veel, hè, met het Valentijns event. Trainerkaarten. Full Heal. Full Heal is trouwens wel onwijs handig in het spel. Poliwhirl. En de twee bijzondere. Kakuna. Oké. Arcanine. Is dit een bijzondere? Ja, dit is een bijzondere natuurlijk. Het is een rare. Kijk, je kan daar het sterretje zien. Nou, dit waren de 20 kaarten. En binnenkort natuurlijk weer meer kaarten. Maar ik heb nu zoveel van deze kaarten. Dit zijn de codes dat ik eerst eigenlijk een paar filmpjes gewoon met online kaarten ga doen. Om die gewoon even een beetje er doorheen te krijgen. Want ik zag dat ik volgens mij 20 Evolutions pakjes had. Dus ik ga er gewoon even 10 van die pakjes doorheen gooien. Dat gaat online veel sneller natuurlijk. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
Nou, voor de mensen die het kunnen zien, hier zijn twee leuke links. Dat is mijn abonnee-link en dat is mijn vrouw's abonnee-link. En dat zijn twee playlists. Waarschijnlijk is daar de playlist voor Pokémon Go en daar voor de ruilkaarten. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En anders, laat wat comments achter en dan doe ik het volgende keer misschien beter. Tot de volgende keer.